Deze nieuwsuitzending die behelst weer een preek. Gisteravond was ik op het terras van een voormalig officierscafé en sprak daar een jongeman uit Friesland. Die heeft 2 heel erg mooie kinderen. De oudste is 3,5. Hij is kunstenaar in de letterlijke betekenis van het woord, namelijk technicus. Dat is Grieks. Techne, dat staat voor kunst en techniek. Want die twee, die kunnen niet zonder elkaar. Je moet dingen oefenen. Hij is heel goed met elektronica. Ik heb ook een feest bij hem meegemaakt. En toen zat hij in een anti-kraakpand. Helemaal in duiven. Ja, dat was langs die spoorlijn. Een eindfietsen? Nou zeg. Want toen zaten we in zijn tuin. En toen liet hij mij op een of andere hardware uit China. Had hij Mac OS X geïnstalleerd en draaiend. Ik werk met Macintosh en hij heeft zoiets van la 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 la. Gewoon totale, ja, juridisch gesproken illegale dingen heb ik toen gezien daar in die tuin bij hem in Duiven. Aardige jongen. Ik kan veel met hem lachen. Gisteravond begon hij te fulmineren over christendom. Ik heb niet veel teruggezegd. Ik draai even een checkje, vandaar dat gekraak. Ik heb niet veel teruggezegd. Ik heb hem vooral laten praten. Voor hem is het zo, en dat geldt ook voor Marco, en die kennen jullie, dat alles wat maar te maken heeft met christendom, dat dat een smerig is, tot ruzie leidt, onnodige beperkingen en vooral een leugenarij. Dat is niet zo. Het zijn mensen die liegen. En daar wordt gelogen. Over het christendom ook. Dus, ik nam die opmerkingen van mijn Friese vriend niet zomaar even ter harte. En ik knalde er tegen in dat het christendom een fundament heeft. Dat heet het Oude Testament. En een testament is een contract. Het is een document. Het is een overeenkomst tussen ons en de Heere Heren. Daarachteraan kwam het Nieuwe Testament. De tweede overeenkomst, het tweede contract. En Christus is gestorven als een lam. In het Nederlands zeg je ook, als je heel erg veel alcohol gedronken hebt en je weet echt niet meer hoe je je ene been voor je andere been moet zetten, dan ben je lam.
lam zat. Het christendom is geen enkel probleem. Het is de zuivere religie. Het christendom is onderbouwd. Het enige wat je moet doen is je moet graven. En dan kan je zien wat de fundamenten van het christendom zijn. Alleen als je graaft. Christus heeft tegen ons gezegd: graaf en gij zult vinden. Het stond er natuurlijk niet. Hij zei: zoekt en gij zult vinden. Maar als je zoekt, moet je toch graven. Je bent het inschrijfformulier kwijt. En wellicht het ook alweer. En dan moet je van alles optillen. Dan moet je graven. Zoeken. Je kan het zo vinden. Nou, ik dacht, met mijn Friese vriend, we laten dat christendom even zitten en ik schakel terug naar Exodus 20. Oude Testament. De oude overeenkomst. Daarin staat: eert uw vader en uw moeder. Dat had ik net zo goed niet kunnen zeggen. Want hij ging me toch tekeer. Van wat voor een eis is dat? Voor mij. Moet ik daaraan gehoorzamen? Ik dacht het even niet. En ik kan je vertellen dat hij is een hele goede vader voor zijn kinderen. En die kinderen die groeien als kool. Dat zijn regelrechte Teletubbies in Lalaland. En slim. Het geldt niet alleen voor hem. Er zijn veel mensen die boos zijn op een van beide ouders. Die dus het zoveelste gebod, eert uw vader en uw moeder. Want zoveel geboden zijn er niet. Je ook niet in paniek raken van: oh, 10 geboden, oh mijn god, ik ga nou 1000 doden sterven. Er zijn er maar 10. En 1 daarvan: eert uw vader en uw moeder. Waarom moet dat? Dat komt omdat God had verzonnen dat zijn uitvinding weer zou produceren. Dus God heeft eerst de mens mogelijk gemaakt. En die moet zich dan gaan voortplanten. En dat moet 1 groot geheel worden. Een wereldorde. God wist van tevoren dat niet alle broeders en zusters van ons even goed met kinderen om kunnen gaan. Dat risico heeft hij genomen. Hij heeft nog wel wat meer risico's genomen. Ik ken ook iemand die heeft tegen mij gezegd, dat was een zwaar gelovig iemand, en die zei: God is een klootzak. En hij was ethisch. Die man was ethisch. En hij kende, hij wist van de Heere Heere. En je mag hem wat mij betreft een klootzak noemen.
Je kan God toch niet beledigen, dus wat maak je je druk over? We hebben dat probleem dus dat er mensen heel veel hoop hebben en denken, ja, alles gaat goed. Aanvallen en een totaal stupide idioot plan. Nou, wel is die vrouw zwanger en 2 kinderen. Over mijn geval. 2 kinderen. En een totale idioterie. En ruzies, man. Ai, ai, ai. En mijn moeder, die kon ook wel wat alcohol wegdenken. En ik werd boos op mijn ouders. Foei. Wat ik vooral een kutstreek vond van mijn vader. Ik had ook wel in de gaten dat de situatie in huis niet al te hunky-dory was. En ik zou ook wel willen gaan naar Texel. En die klojo ging in zijn eentje. Ik denk, ja, had me meegenomen. Was ik ook van het gezeik af. En toen vertelde mijn oma, dus zijn moeder, die vertelde me later dat hij dat geintje al eerder had geflikt toen ik 6 was. En daar heb ik een blackout van opgelopen. Ik weet ook echt helemaal niks meer wat er in die jaren is gebeurd. Ja, vind je het gek? Mijn vader was pleiter. Was ik boos op die mensen? Dat gebeurt. Dat hoor je nu uit eerste hand. En een klein beetje boos, nee, wat denk jij? Heleboel boos, 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 boos. En dat gaat helemaal vreten in jezelf. Dat zeg ik je gewoon, want ik heb het zelf meegemaakt. Het vreet je eigen leven op. Het is een onacceptabele gedachte. Altijd. I've been there, I have done that, and I have got the t-shirt. In de apocryfe, nee niet de apocryfe, maar in de, hoe je dat noemen, je hebt de Bijbel. En dan nemen we gewoon de Koning Jacobus Bijbel. Dat is de Bijbel. Punt. En daarnaast heb je nog van die vlugschriften. Die zijn naderhand gevonden. Die behoorden niet tot het concilie van Nicea. Maar daarmee zijn ze niet per definitie onwaar. Want er is maar één waarheid. En die kan op meerdere manieren worden uitgesproken. En als je gaat haarkloverijen, sophistry op zijn Engels. Ik doe even een bier open. Dan krijg je ruzie. Maar het gaat maar om één waarheid. En dat is dat je je ouders moet eren. Ook al was het, zei je, met de Olympische Spelen. Jij bent scheidsrechter en iemand doet dus mee en die wordt laatste. Die ga je niet uitschelden. Dat is satanistisch. Dat deden ze in Babylon en die aanverwante gemeenschappen. Hielden ze wedstrijden en degene die verloor, die ging echt dood. Dat mag je niet doen. Gij zult niet doden, een ander gebod.
Maar nu even terug naar de werkelijkheid. Je ouders... Het kan zijn dat je een hele warme jeugd hebt gehad. Dan heb ik het niet tegen jou. Mensen met een warme jeugd komen uiteindelijk ook in de kou van de samenleving. En zijn dan behoorlijk verbaasd. Van hallo, gaan we zo met elkaar om? Dat ken ik helemaal niet. Die mensen hebben het ook niet makkelijk. Die worden ook aangepakt. Maar goed, dan heb je nog een warme, gezellige jeugd gehad. Een beschermde jeugd heet dat. En je mocht van alles doen. Dus je mocht op voetballen, je mocht raketten bouwen, in bomen klimmen, bij de zevenkenners. En op school was het ook wel leuk en je had een leuke fiets. Je woonde in een mooie stad. Ik ken mensen die zo zijn opgegroeid. En dan krijg je daarom, hè? De rest. Voor die mensen die dat niet hebben gehad. Dus geen beschermde jeugd. Mensen die formeel gesproken terecht klagen over het gedrag van hun ouders. Ik kan dat doen. Ik heb dingen meegemaakt met politie erbij. En de volgende dag weer naar het voortgezet wetenschappelijk onderwijs. Kijk, boos man. Want ik zat in de klas met jongens en die kwamen allemaal vanuit het zuiden van Groningen. Ik zat in Groningen toen. En in het zuiden van Groningen bij Haren en Glimmen en wat heb je nog meer? Eelde, Paterswolde. Ja, daar woonden de rijke mensen. Daar waren kinderen van architecten. En dan kom je elkaar 's morgens tegen op het schoolplein. Van, en hoe gaat het? En dan moet ik zeggen, nou, dat was leuk hoor. Gisteravond was de politie er nog, want mijn vader zou er met zijn dronken kop met de auto vandoor zijn gegaan. En mijn moeder heeft toen de politie gebeld, maar mijn vader die was echt zo woest. Die heb ik omlaag gehouden, net zolang tot de politie kwam. En ik dacht echt van, oké, ik heb nou die klootzak. Ik had hem tegen de grond gewerkt, hè? Ik had mijn knieën op zijn biceps. Mijn moeder zei, hou vast, want hij pakt de auto en hij is dronken en die auto heb ik nodig voor mijn werk morgen. En die politie, die kwam dus in zo'n Volkswagen, denk ik dan. Die namen hem niet mee. Jezus, wat een homo's. Dan werd ik ook nog boos op de politie. Ja, niet, ik heb de politie niet aangevlogen natuurlijk. Ik had wel zoiets van, ik heb die klootzak met zijn dronken kop, die de auto eventjes wilde gaan pakken om een of andere mokkel te gaan in Westervoort of zo. Die heb ik tegen de grond aangehouden. En je neemt hem niet eens mee? De politie is je beste vriend? Zo, wat een teleurstelling was dat zeg. Nou, toen ik mij niet bewust was van die woede, van de ernst van mijn woede, daar moet ik het over hebben. Ik was mij daar niet van bewust. Het maakte mij wel heel erg bedrijvig. Een drukke jongen. Een soort van een vuur in jezelf. Van, ik ben boos.
Nou, dat kostte mij mijn kop. Het is heel erg leuk om bedrijvig te zijn. En van alles te willen. Uiteindelijk gaat er iets knak. En dat komt meestal rond je 30ste. De jaren des onderscheids, noemt Jean-Paul Sartre dat. En dan knak je. En dat komt ten goede als je dat slim speelt. Je hebt ouders die zijn gewoon dom. Sorry dat ik gewoon zijn. Ik zal hem overnieuw zeggen. Je hebt ouders en die zijn dom. Statistisch gesproken is dat een tautologie. Oftewel een dubbelspraak. Kinderen zijn slimmer dan hun ouders. Dat hoort zo te zijn. Dat heet evolutie. Er is een manier om het aantal kloktikjes per seconde per mens te meten. Dat heet een IQ-test. Je kan ze zo op internet vinden. Ik zou het echt gaan doen als ik jou was. En dan even tussendoor, als je jezelf eventjes gaat IQ-testen. Dan moet je vooral een dagboekje bijhouden. Want misschien heb je op dinsdag, omdat je dan die vervelende gymles hebt, heb je een wat lager IQ. Snap je de grap? Maar IQ is het doorzienend vermogen van de mens. Dat stijgt. Dat kan niet anders. Van het een komt het ander. Dus als jij geconstateerd hebt dat jouw ouders een stuk dommer zijn dan jij, dan moet je jezelf gelukkig prijzen. En zeggen, dank je wel, mama of papa. Herken je het nummer van Johnny Cash? Van A Boy Named Sue. Dat verhaal gaat erover dat die vader niet bij zijn kind kon blijven. En hij wilde dat zijn kind bestand zou zijn tegen de gewelddadigheid van de wereld. En daarom noemde hij zijn zoon Sue. Dat is een meisjesnaam. Een jongen genaamd Sue. Een heel mooi einde. Het is een prachtig gedicht. En het eindigt met een vechtpartij. En hij mept zijn vader in een saloon. Ja, met whisky. My name is Sue. How do you do? Ja, vecht het uit. Heb ik ook gedaan. Met mijn moeder is het koelie-koelie. Prima. Ik begin steeds meer respect te krijgen.
is heel erg lief voor mijn kind. En mijn kind is totaal fan van haar. Dus het is oma voor en oma na. Nou, hoe kan ik gelukkiger zijn? En met mijn vader was er een tijd dat ik dacht, nu wordt het echt grappig, hè? Dat heb ik gedacht. Van jongen, over mijn vader, hè? Jongen, als jij doodgaat, dan ga ik een boekje open doen met wat je wel niet uitgevrouwd hebt. Nou, toen mijn vader uiteindelijk heen ging, heb ik een hele mooie, netjes, niet te lang, dat vind ik niet belangrijk, aan de goede dingen erin. En later heb ik nog een keer gezegd, ik was toen gearresteerd door de marechaussee op Schiphol. En een toestandsman, poef. Je schoenen uit. Herdershonden erbij. En dan vroeg mijn moeder, van, hoe voel je je nou? Ja, dat lijkt me nogal wieders dat je dat eventjes vraagt. Hè? Ik zei, nou, het enige wat ik voel is dat ik mijn vader mis. Mijn George Laurens Alexander Winkel. Want die had wel begrepen waarom dit fout ging. En zo moet je in relatie komen met je ouders. Ze zijn dommer. Maar dat hoort zo. Dus dat is verder geen enkel probleem. Dus daar kunnen we klaar mee zijn. Hè? Als gewoon je ouders dommer zijn dan jij, nou in. Dat hoort zo te zijn. Als jij nu een IQ-test gaat doen uit 1943, want er zijn kopieën van, hè? Dan doe jij een IQ-test uit 1943, dan heb jij een IQ van 210. IQ-testen moeten de hele tijd aangepast worden. Mensen krijgen veel meer inzicht. Door inzicht komt inzicht. Er is verder niks om je zorgen over te maken. Hè? Maar dan heb je dus domme ouders. Oké. Dat is mooi zo. Dat is geen enkel probleem. Het probleem is wel bij beschadigde ouders. Want de beschadigde mens, die explodeert. Van het ene op het andere moment. Die zijn kapot. En je kan kapotte ouders hebben. En sommige kapotte ouders, die kunnen helemaal niks meer. Ze kunnen niet meer exploderen. En ze pruttelen nog wat na. Van die ouders heb je niet zoveel last. Je hebt ook nog die ouders die beschadigd zijn en die dus af en toe exploderen. En dan moet je dagelijks mee omgaan. Dat is lastig. Denk aan Harry Potter. Ben jij Harry Potter? Helaas. En hoe moet je die ouder nu eren? Want dat moet wel. De meeste kinderen hebben alleen een moeder. Nou, ik heb zo'n beetje statistisch onderzoek gedaan onder de moeders hier in Arnhem, in het centrum, boven de Ede Vijver. En 90% is totaal doorgedraaid. En doen lelijk.
Ze slaan om. Het ene moment is het nog leuk in het park. En het volgende moment is het... volgende moment is het tieren en schreeuwen. Hoe moet je daarmee omgaan? Hoe kan je die mensen nu eren? De oplossing is dat je accepteert dat jij een kind van God bent. Je hebt inzicht. En je ouders die verhouden zich tot jou als 10%. Ze zijn heel erg klein. Het zijn baby's. Er is een reden dat mensen pas boven de zoveel jaar vruchtbaar worden en dat er kinderen komen. Maar er zijn ook heel veel mensen die worden dus vruchtbaar terwijl ze nog een baby zijn. En de gedachte dat God er maar voor moet zorgen dat iedere ouder conform het beeld is. Met misschien een beetje garantieverzekering. Je hebt een moeder en die heeft een slechte linkerlong. Dat accepteer je dan wel. Jij als kind moest geboren worden. Linksom, rechtsom, maakt niet uit. Je had ook geboren kunnen worden in een flat aan de periferiek van Parijs. God wilde dat jij geboren werd. Dat is een gedachte waarvanuit jij moet leven. En dan kan je tegen inbrengen van, ja, maar mijn ouders dit en mijn ouders dat. Zal ik je nog een verhaal vertellen van mijn ouders? Van die zondagmiddag dat mijn moeder dronken was. En de hele woonkamer die stonk naar haar scheten. En ging ik maar naar buiten. Maar dan was het koud. Maar het stonk daar niet. Erg belangrijk om dat gebod in je hart te sluiten. Dan heb je maar domme ouders of beschadigde ouders. Met beschadigde ouders, overigens, die zijn dus erg vervelend. Want die domboos, neem je ze gewoon een dagje. Nee, ga je. Neem ze mee naar Zandvoort. Als er noordwestenwind is. Gewoon de trein naar Zandvoort. Dan zit je vlak bij het strand. En dan hup, lopen naar Panassus. Tegen de wind in. Bij Panassus gewoon chocolademelk met slagroom of zo. Niet te veel suiker, alcohol, want je moet nog terug. En dan loop je terug met de wind in de rug. Doe dat met je domme ouder. Gewoon leuke dingen doen. Een retourtje naar, ga even naar Groningen. Schiermonnikoog. Wees dankbaar. Niet naar je ouders, maar naar de heren. Die twee klojo's voor jou gereed heeft gemaakt en gezegd: fire. Bombs away. Dat ben jij. Jij stamt niet van de apen af. Ben jij gek? Dus je komt van een vader en een moeder. Nou, met die beschadigden
die hebben een meerdere persoonlijkheidsstoornis. Dat wordt toegedekt, maar het is wel zo. Ze zijn niet één, nee, ze zijn twee. Overtreding van het eerste gebod van de 10 geboden. Maar goed, die heb je dus. Die mensen zijn kapot. En dat is leuk zeg, dat ze verantwoordelijk zijn voor jou. Dat betekent zeggenschap. Dus ze bepalen alles. Ja, nee, je mag vanavond niet naar geen les, want oom Jan komt op bezoek. Je wordt er doodmoe van. En als er maar iets niet goed gaat, dan exploderen die lui. Dat kunnen ze echt, ze zijn in die zin heel erg lenig, want binnen een seconde is het ratatatatatat. Mijn dochter die vertelde, ik vroeg aan me, ik word helemaal haastig. Bij mij thuis, ik ben gescheiden, bij mij thuis is geen tv. En mijn dochter was heel verbaasd van wat? We zaten in die scheidingstoestanden. En wat? Geen tv? Ik zei nee, je hebt een tv-verbod. En het makkelijkste om jou te verbieden om tv te kijken is dat ik gewoon geen tv heb. Heb je tenminste een verbod regelrecht op je kaakbot? Ja, dat accepteerde mijn dochter. Dus oké. Okay. En terecht ook hoor. Want ik had wel een, internet, dvd's, we hebben alles gekeken. Maar wel op mijn tempo. En niet die stomme tv. Daar vroeg ik aan haar. Dan mag je thuis nog tv kijken. Ze zei, ja hoor. Zoveel als ik wil. En zo gauw mama binnenkomt, moet gelijk de tv uit. Ja, zij is ook niet gek. Ze komt gewoon, dan heeft ze gewoon zin om tv te kijken. Dan gaat ze gewoon lekker naar huis. Met een kopje thee. Maria kaakje. Als ze lekker tv kijken met de poes op schoot. Net zo lang als dat ze wil. En als de moeder binnenkomt, is het afgelopen. Ja, dat zijn beschadigde ouders. En hoe moet je daarmee omgaan? Nou, het antwoord is spitsroeden lopen. Ga op dansles. Ga op schietles. Bij de Arnhemse schietvereniging hier. Er zijn er nog veel meer. Gewoon doen. Mijn dochter vertelde een mooi verhaal. Dat ik was erachter gekomen. Er was een dag. Ik was in Westervoort. En die kennis die vroeg aan mij of ik nog zou bij haar zou overnachten. Overnachten, niet bijslapen, maar overnachten. En toen zei ik tegen die kennis, dat kan niet, want de ratjes, mijn dochter had ratjes in mijn woning. En die kennis zei van, ah, kom op, het zijn de ratjes van je kind, toch? Dan moet zij maar eventjes die ratjes te eten geven, daar ging het om, eten en water. En toen belde ik mijn dochter om dat te vertellen. En toen zei mijn dochter dat haar moeder de fiets van mijn dochter had meegenomen. En dat ze nog niet terug was. Dus dat zou betekenen dat mijn dochter van die plek naar mijn woning, dat is 2 kilometer...
moest lopen. Ja, en dat met al die maffe lui die hier over straat lopen, heb ik dat liever niet. Ik heb liever dat mijn dochter, ik had haar al een goede fiets gegeven, maar die had haar moeder dus ingepikt. En ik vroeg aan mijn dochter, hoe laat is je moeder dan terug met die fiets? Want ik wilde niet dat mijn dochter in het donker dat zou gaan doen. Een strikte afspraak. Bij licht mag je van alles doen, maar niet in het donker. Nou, zei ze, mama had hier om 6 uur het eten op tafel staan. Had ze beloofd. Ik zit hier al te wachten. Nou, het einde van het verhaal was, we hebben nog een paar keer gebeld. Ik ben uiteindelijk met die kennis vanuit Westervoort naar Arnhem teruggegaan. En die ratten als eerste water en voer gegeven. Het liep goed af hoor. Nog langs zo'n supermarkt gegaan. Witte wijn gehaald. En worst. En mijn dochter die kreeg eten om 9:45. Dus mama zegt, wees op tijd. Want we gaan tussen 6 en 7 eten. Dus dan moet je er om 6:15 zijn. En je krijgt eten om 9:45. Dat is meerdere keren gebeurd. Hoorde ik daarna. En ik vraag me dan af. En dat vraag ik dan ook aan mijn dochter. Hoe ga je daarmee om? Nou, zei mijn dochter, als ik om 8:15 nog geen eten heb gekregen, dan ga ik de keuken in. En er is altijd wel wat. Dat is ook positief voor die moeder natuurlijk, dat ze ervoor zorgt dat er altijd wel wat te eten is. Dan zei ze, nou, dan maak ik zelf. Zij kan koken. Ze kan marinades maken. Bavarawa kan ze nog niet. Maar gevulde eieren. Maar is goed gedaan hoor. Met anchovies. Dat kan ze wel. Er was een keer dat ze haar moeder hoorde binnenkomen, weer eens tegen 10:00 s'avonds, terwijl ze om 6:00 zouden gaan eten. En ze had al lang gegeten. En haar moeder kwam binnen met 2 dozen, van die kartonnen dozen met pizza erin uit de supermarkt. Want we gaan lekker eten. En mijn kind, die ging achter de voordeur staan. En toen de moeder de deur opendeed, zei ze, hallo, wat leuk dat je er bent. Ik was razend benieuwd naar hoe dat afgelopen was. En haar moeder, die riep zo van, ja, ga gelijk de oven aandoen, want de pizza's moeten erin. En dan gaan we lekker eten. En mijn dochter die holde, gewoon echt doep, 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 doep. Lekker gimmen, hè? Gewoon een beetje gimmen. Die holde naar de keuken toe. En die deed de oven aan. Want haar moeder had dat gevraagd. En toen ging haar moeder die tweede pizzadoos openmaken. En toen zei mijn kind van, mam, dat hoeft niet. 1 pizzadoos is genoeg.
want ik heb al gegeten. Spannend, hè? En ik zei, en toen? Was je niet boos? Nee, Janine. Mijn kind. Nee, zei mijn kind. Want ze kreeg een aanval van misselijkheid en migraine, dus hoofdpijn. En dat vond ik straf genoeg. Dat is het punt met kwaadaardige ouders. Romeinen 12, vers 19. De wrake is mij. Met een hoofdletter M. Mijn dochter is een christen die nog niet uit de kast is gekomen. Ze is het wel. Ze weet de piano van het leven te bespelen. Ze oordeelt niet om zichzelf te verheffen. Matthäus 7, vers 1. Ze beschouwt alles als hetzelfde. Ze eert haar vader en haar moeder. Ja, die mensen kunnen domme dingen doen. Ja. En jij moet je eigen weg daarin vinden. En wees gerust een keertje totally bezet of met dubbel F. En daarna weer verder. Want je hebt respect te hebben voor je ouders. Ook al zijn het Mongolen. Ongelofelijke, kapotte. Even over die kapotte mensen. Die zijn wel heel erg levendig. Hè? Die kan je overal voor inzetten. Je kan er ook je fun aan hebben. Het mag wel niet, maar toch. Ik ken een leuk verhaal van een vrouw en die heeft dus twee beschadigde ouders. En die mensen kunnen helemaal niks. Want als je beschadigd bent, even waar het over gaat. De beschadigde mens heeft geen creativiteit. Die denken in, die overtreden het tweede gebod. Die hebben zich een beeld gemaakt van alles wat er maar boven de aarde is en op aarde is en in de wateren onder de aarde. Ze weten alles al. Daar heb je niet veel aan. En er was een vrouw die had mantelzorgverplichting. Amerika heb ik het over. Ik hoorde het uit Amerika. Het was een radioshow van twee bejaarde dames. Met hele slechte audio. By the way. Ja, het zijn oude vrouwen. Alex Jones heeft betere audio. Daar moet je ook niet naar luisteren. Maar dit waren van die oude vrouwen. Van die kraaktelefoons. En er was iemand. En die had die mantelzorg opgelegd gekregen. Dus ze moest voor haar ouders zorgen. Haar ouders, dat zijn van die beschadigde klojo's. Dus als zij binnenkwam, zaten die ouders alleen maar te zeuren. Van nou zeg, ze schiet ook niet echt op, hè. Is dit ons kind? Nou, ik denk dat wij je verkeerd... Alleen maar negatieve. Maar zij moest dat doen, want als ze dat niet zou doen, dan zou ze haar uitkering kwijtraken. Mantelzorg, dat is echt mantelzorg, hè? De martelzorg of zo. En zij vertelde op die radioshow, van nou, als het me echt te veel wordt, dan ga ik op het, dan zeg ik tegen die twee, ik ga even naar het toilet.
En dan blijf ik daar een kwartier zitten. Even een beetje... Pff. Net zolang tot ik zin heb in thee. En denk van ja, ik lust wel een kopje thee. En dan vraag je even aan je lichaam. Want, heb je zin in een kopje thee? En je lichaam zegt ja, ik heb wel zin in een kopje thee. Ja. En dan trok ze door. Een big flush. En dan stapte ze de woonkamer binnen. En dan vroeg ze aan haar ouders. Willen jullie een kopje thee? En die mensen waren er helemaal verwacht natuurlijk. Want die dachten van, ha? Sorry, je ging even naar het toilet. Maar het is toch... Nou, zei ze, dan zijn mijn ouders zo mak als schaapjes. Want ze krijgen een kopje thee. Het is een hele smalle weg die je moet belopen om je aan de 10 geboden te houden. Een leuke mop. Ik hoop dat het Joods is. Maar dat weet ik niet precies. Maar die gaat als volgt. Als het leven makkelijk was, dan had God het zelf wel gedaan. En de volgende keer dan gaan we de andere geboden gewoon lekker oppakken. Want ze kloppen allemaal. We weten zeker dat de Bijbel het woord van God is. Want een ander woord kan er niet zijn. En zeuren over vrijmetselarij en katholicisme en mohammedanisme. De Bijbel is het woord van God. En geen Mahabharata, geen Dhammapada, geen Tao Te Ching. En ook de I Ching is tingeling. Ik kan nog een aparte uitzending wijden aan de I Ching. Daar staan mooie dingen in. En ook de Tao Te Ching van Lao Tse, daar staan mooie dingen in. De Bijbel is het meest complete verhaal. Knoop het in je oren, van achteren en van voren. Ik dank jullie wel voor het luisteren in deze avondelijke uitzending. En op zijn hamburgers zag ik tjuhus. En dag lieverds.